Het is vandaag 17 januari 2024 en ik ben op Sparreheide in de aanzuilenwoning van de heer en mevrouw de Jong en vooral meneer de Jong. Ik mag Bram en Jannie zeggen. Vrouw Bram die gaat ons wat vertellen over zijn leven, waar hij vandaan komt, het gezin waar hij is opgegroeid en vooral ook over de periode in Driebergen. En dat is een hele lange periode. Daar was Bram onder andere koster van de Grote Kerk aan de Hoofdstraat en er was ook nog bakker. Hij gaat ons daar straks alles van vertellen. Ik ben Bram de Jong en ik ben geboren in Acquoy uit een boerengezin van 9 kinderen. Deze, dat ben ik. Dat is mijn vader en mijn moeder. Deze foto is gemaakt toen ze 30 jaar getrouwd waren. En de andere kinderen, dat zijn mijn broers en zussen. Maar ik was de middelste van de 9 kinderen. En er is er nu nog eentje van over. We zijn nog met z'n tweeën. En we hebben een hele moeilijke tijd gehad in de oorlog. Daar hadden we te kampen met water en et cetera. En toen ben ik bakker geworden, want ik was niet zo geweldig, vond ik het, om in de schoonbank te zitten. Dus toen moest ik maar bakker worden, want er waren er al 2 boeren. Toen ben ik bakker geworden in Rumts. En daar ben ik een jaar geweest. En dat zal ik wel lang heugen, denk ik, want het was niet makkelijk. Ik was 16 jaar en dan moest ik 's morgens om 4:30 al op en 's avonds om 2:00. Dus dat was een heel moeilijk jaar. Toen ben ik veranderd van bakker, ben ik naar Asperen gegaan. En in Asperen, daar heb ik 9 jaar gewerkt met plezier. En toen door omstandigheden kwam het ter oren dat er een bakkersknecht gevraagd werd in Driebergen. En toen hebben ze aan mij gevraagd, heb jij er geen interesse voor? En daar heb ik toen eens goed over nagedacht, want in zo'n dorp verdien je niet zoveel als dat je in een behoorlijkere, grotere plaats komt. Dus toen ben ik in 1955 als bakkersknecht naar Driebergen gegaan. Driebergen was toen nog een echt toeristische plaats. Want waar ik kwam bij de mensen met brood, waren er die woonden zomers in de schuur en die verhuurden hun woning aan vakantiegangers. Want toen waren de centjes nog behoorlijk duur in 1955. Nadien heb ik in Asperen mijn vrouw leren kennen, omdat ik daar kwam met brood aan de deur. En mijn vrouw is in Leerdam geboren. Toen heb ik 2 jaar in Driebergen gewerkt. Toen fietste ik ook de weekenden naar Leerdam. En na 2 jaar zijn wij getrouwd. Maar toen in die tijd was het ook heel moeilijk, net als nu, om aan een woning te komen. En toen zei mijn baas, weet je wat je doet, komen jullie bij ons boven wonen. En dat is toen gebeurd. Wij hebben gewoond op traai 88A. Toen heeft Golverdingen, daar werkte ik. En daar ben ik bij Golverdingen, want daar waren ook, die bakker kwam ook uit Leerdam. Dus die had familie in Leerdam en daardoor ben ik eigenlijk hier in Driebergen terechtgekomen. Wij hebben bij Golverdingen getrouwd, want hij zei, komen jullie maar bij ons wonen. En daar hebben wij boven gewoond, maar hebben maar een jaar gewoond. Want toen zijn wij bij een oude heer ingewonen in de Dr. Hermanstraat. Dat was bij een oude meneer van Vulpen en die werkte vroeger bij de firma Appels. Daar hebben wij een aardig tijd gewoond, want er zijn ook onze kinderen geboren in de Dr. Hermanstraat, nummer 30. Maar dat was zo, toen was ik allergisch voor bloem
En toen moest ik eigenlijk vanwege gezondheid, ben ik veranderd van werk. Toen werd dit mij aangeboden als koster en dat heb ik toen aanvaard. Daar hebben we wel goed over moeten nadenken. Toen fietste ik steeds, was veel 's avonds werk. Dus mijn vrouw zat veel alleen. Maar toen kwam achter de kerk, kwam die woning vrij. En dat was een dienstwoning. En toen zijn we achter de kerk gaan wonen. Achter de kerk was grond ook van de diaconie. En dat werd later onteigend door de gemeente. Dus toen moesten we eigenlijk weer verkassen. Na 20 jaar hebben we daar gewoond. En na die tijd zijn wij in de Bosstraat terechtgekomen. En daar hebben we 30 jaar gewoond. Dit is het, dat was vroeger een kleuterschool deze. En hier, dit was de, daar woonde de juffrouw Borgmeijer woonde daar. Ja, Borgmeijer heette ze. Geloof ja, het wel. Ja, die kleuterleidster. En dat is dit huis. En dat is Montessor. En dit is dan dat huisje, dat elektriciteitsgebouw. Wacht, wacht even. Dit is in de Schoolstraat, hè? Dit is de Schoolstraat, ja. Dit. En dit was ons huis en hier hebben we de school. En in welke periode heb je daar gewoond? Welke periode zal dit geweest zijn? Dan moet ik even goed denken, hoor. Wij hebben er... Ja, in de 80er jaren was dit. Ja, dit was in de 80er jaren. Ik weet niet precies. Maar hier staat de Katrijnenstraat nog op deze. Dit is de Katrijnenstraat die nu afgebroken is. Dit. Ja. En dit is de Van Berkstraat. En dit is Salem, oud Salem nog, het oude. Dit. En dit was onze garage hier. Dat was kerkelijk bureau. Dit gedeelte hier beneden. En boven hadden wij het helemaal. En dit, want het was een groot huis. Koster was een aparte baan. Gewoon een vaste baan. Zoals dat vroeger was. Maar ik heb aan de kerk heb ik echt met plezier gewerkt. 26 jaar. En toen werd eigenlijk al een beetje dat ze zeggen, ja, toen werd het alles een beetje wat het werk betrof. Ik kreeg ook de morgensterren bij hier in de Melville. Dus ik had eigenlijk twee kerken. En dan moet je ook voor de zalen en alles zorgen. En dan was het maandags avonds met de schakers. En dan was je eigenlijk al laat. En dan merkte je dat je wat ouder werd, want 's morgens moest je weer present zijn. Want de boel moest schoon zijn als het om 10 uur weer bezet was. Dus hebben ze een klein beetje hebben we dat geminderd, ben ik eigenlijk part-time gaan werken. En dat heb ik een paar jaar gedaan en toen met mijn 64ste ben ik er helemaal uitgegaan. Dus dat komt toen, die regeling. Als je koster bent, dan moet je het met je hele hart doen. Je moet geen uren tellen en je moet altijd voor de mens klaarstaan. En heb ik zoveel mogelijk geprobeerd. Ik had ook zondagsdienst. Logisch. Maar dat was heel gewoon voor mij. Dat merkte ik eigenlijk. Mijn vrouw die ging meestal mee. Want mijn vrouw die hielp mij ook vaak. Met werk. Als er een bruiloft was of iets dergelijks. Of een receptie. Dan hielp mijn vrouw daar ook bij. En op laatst hebben ook mijn dochters nog wel eens vaak meegeholpen. Dus wij zijn altijd eigenlijk in de weer geweest met de kerk. Dus wij vonden het heerlijk toen we 64, toen na zoveel jaren, of toen we 64, dat we er een punt achter konden zetten. Dus we hebben nu nog een hele poos heerlijk genoten van onze vrije tijd. Maar die vrije tijd heb ik toch weer aardig opgelost. Ik was 64, toen ben ik meteen vrijwilligerswerk gaan doen bij de Nassau-Oderkopf. En dat heb ik ook 26 jaar gedaan. En toen was ik 90 en toen gingen ze naar
het nieuwe huis op de Hoogstraat, wat nu Beukenstein is. En toen zei ik, daar hebben we nou meteen een mooie de gelegenheid om ermee te stoppen. Dus toen zijn we daarmee gestopt. Dus dat is nu 3,5 jaar geleden. Dat is nog vrij kort, toch? Ja. Ja. En dat hebben jullie samen gedaan? Altijd, ja. Zondags die mijn vrouw mee helpen bijna door de kop. Zondags. En door de week deed ik het. Want ik verzorgde ook de dieren bij Nassau-Oerdekhof. Daar heb ik hier nog een foto van uit de krant. De opening van het boerderijtje bij de Nassau-Oerdekhof. Nou ja, toch in de 90er jaren, voor 2000 in ieder geval. Die man die leeft nog, die is overleden. Hier heb ik nog een oorkonde, heb ik ook hier nog. Oorkonde van waardering. Ja. Waar is die van Brug? 1989. Ja. Toen ik koster was, was nog de gewoonte, als je zondags dienst deed, dat je in een streepjesbroek was met een zwarte jas. En dan moest ik zondagsmorgens altijd nog bij dominee de Vries de toga op gaan halen. Dat was toen zo. Maar wij hebben hier ook verschillende mensen in de kerk ontvangen ook. Zelfs koningin Juliana heb ik al een keer ontvangen. Toen werd de vrouw van burgemeester de Ranitz begraven bij ons vanuit de kerk. En er was ook koningin Juliana. En ik stond ze op te wachten aan de voorkant bij de deur. En wat denk je, ze kwam achterom door de zaal heen, terwijl het daar rommelmarkt was. Toen zeiden ze nog, goh, zou de koster dat wel aan kunnen als de koningin komt? Ja. Maar ik heb een heleboel dingen heb ik allemaal bewaard. En die heb ik allemaal ingeplakt. Dit is nog het oude keukentje van Oud Salem. Kun je wel zien, hè? Dat is wel wat jaartjes geleden. Ja. De oude tijd. En dan waren de bruiloften nog, die duurden niet zo. Dat was niet zo kort, dat duurde meestal tot een uur of één had je dan muziek. En dan gingen de mensen om een uur of half twee weg. En dan moesten wij de boel nog opruimen, dat was soms 3 uur dat we naar huis gingen. Oh, dat is die oorkonde. Oh, dit is de afbraak van de Morgensterkapel. Ik heb van al die predikanten die ik meegemaakt heb, die heb ik hier ook in zitten. Hoeveel waren dat toch? Nou, heel wat geweest. Hoeveel het er waren, ik weet het niet precies hoor. Maar zijn van hier, van bij ons van de wijk, waren het toch al een stuk of 4 denk ik. En meer. Meer dan 4. En hier van de Morgenster ook zeker. Dus ik heb er heel wat meegemaakt. Ja. Toen hebben ze de kerk nog een keer gerestaureerd en toen kregen we ook als een herinnering aan uw zeer gewaardeerde medewerking aan de renovatie van de Grote Kerk. Ja. Heeft de Grote Kerk alleen maar de naam Grote Kerk? Nee, Katrijnenkerk. Katrijnen. Niemand zegt dat ooit. Wel, wij ons wel tegenwoordig. Ja? Ja, dus eigenlijk de laatste jaren, vroeger was het altijd de Grote Kerk. Maar het is de Katrijnenkerk. Want toevallig deed de dominee 14 jaar geleden afscheid. En die kreeg nog een beeldje aangereikt. En dat was Katrijnen. Dat was zo'n groot beeldje.
Dat is een heilige, zo gezegd. Hè? Ja. Ja. Dus, nee, maar dat, en er is een keer, heeft er een mooie schilderij gehangen, dat was ook van Katrijne, maar dat konden ze kopen, maar dat was van de kerk te duur. Dat is niet doorgegaan, want die hing ook in de kerk. Ja. Dus even kijken hoor, wat ik nog meer heb. Kijk, zie je. Achter de kerk stonden twee gebouwtjes. En die twee huizen, de ene van ons staan. En er stond er voor ons stond nog een huis. En dat was een gedeelte, was dat zaalcomplex. En de helft werd verhuurd. En dus, toen stond het leeg en toen hebben ze het in de brand gestoken. Kijk, en hier hebben ze dat. Dus traai 11 waren ze aan het afbreken. Ja, er is heel wat over te doen geweest, over die bouw van Salem ook. Want het heeft zo lang geduurd voordat het eindelijk eens een keer tot zijn recht kwam. Dat is allemaal van de afbraak van Salem. Hier zijn ze weer met de wederopbouw bezig. Daar is de eerste steen gelegd. Na 90 jaar is het nieuw Salem. Nou, het voldoet wel, want het is erg druk. Wij hebben dat mogen onthullen, het Nieuw Salem. Jullie samen? Ja. Ja. Daar staat ik op de ladder en mijn vrouw die staat erbij. Wij hebben het mogen onthullen in 1996, Nieuw Salem. Zo. Even kijken. Nou, veel meer heb ik. Oh ja, dit is het huis waar wij gewoond hebben. Dat waren ze toen ook aan het uitbreken. Dit is in de Schoolstraat dus? Nee, Traai is het eigenlijk. Ja, Traai. Want ik weet nog, die parkeerplaats daar tegenover Baars, weet je wel, dat groentetuin was, dat weet ik nog. Oh ja? Ja, en er was een meneer uit de Vermulenstraat die daar zijn groenten teelde. Dus dat is heel wat jaren geleden, dat was in 1955 dan, hè. Dus, want toen ik koster was, was dat allemaal weg. Dus het seminarie, dat is toen leeggekomen. In welk jaar zou dat geweest zijn? Dat zou ik niet meer weten. Maar er is heel wat over te doen geweest, want het is eigenlijk jammer dat het helemaal afgebroken is. Want het was een prachtige voorgevel. En daar stond ook een kerk bij en een boerderij. En die kerk, daar zijn wij er nog een keer in geweest, toen werd die ook al niet meer gebruikt. Daar is heel veel uitgesloopt toen de tijd. Want het was allemaal nog degelijk spul wat daarin zat, van hout en alles. Maar toen is dat allemaal afgebroken. Maar voor die tijd waren daar van die monniken, of wat er monniken waren het niet. Het waren katholieke geestelijken die daar liepen in de zwarte pijen. Die liepen daar te wandelen in de tuin. Want die boerderij, dat had best vroeger ook wel. Misschien dat ze nog wel vee gehad hebben, wie zou het zeggen. Maar ik weet ook nog dat er op de boswei aan de Arnhemse Bovenweg, dat daar ook nog koeien liepen. Dan zie je die boswei, hè? Die waren koeien van Boer de Groot van de Arnhemse Bovenweg. Dat is het oude postkantoor aan de Hoofdstraat. Dat is toen afgebroken en toen is dat nieuwe gemeentehuis er gekomen. Foei lelijk. Het is op de hoek van de Bosstraat, Hoofdstraat. Okay. Waar dat gestaan heeft. En er stond vroeger ene meneer Hardeman en dan kon je daar je fiets op stallen. Bij het oude postkantoor. Kon je met de bus, kon je weg en dan kon je daar je fiets stallen. Was meneer Oostveen, dat was
de godsdienstonderwijzer was dat eigenlijk, hè? Of is een denk dat, of zou die godsdienstonderwijzer geweest zijn? Weet ik niet. Of een juffe Vogelaar ook, ja. De kinderen gingen daar op, hadden ze een soort kindersamenkomst en dat was altijd heel leuk, ook met de kerst. Bijbelpubie. Dus, ja. Dus, en toen is, maar daar deed ook de hervormde kerk kerken, hè, daar, zondagsmorgens. En dat was in de tijd van dominee Glashouwer. En dominee Glashouwer die heeft hier, toen in de tijd hebben ze de Morgenster gebouwd. En dat was op grond van Johannes de Heer. Want die woonde op de hoek daar. Ik heb Johannes de Heer nog gekend. Want die is in 56 is hij overleden. Maar die stond zaterdags nog alles op de traai met zijn orgeltje, stonden ze te zingen. En Johannes de Heer, die lag op de oude begraafplaats begraven. Dat ben ik in 1960, ik denk van de laatste begrafenis meegemaakt op de oude begraafplaats. En dat was van mevrouw Versoest, die tegenover ons woonde in de Hermanstraat. Kees van Ginkel, was die in dat witte huis waar nou in de Borstra, in de Schoolstraat stond, daar woonde Kees van Ginkel, maar ze zei altijd Kees Hop. Wist het niet anders. En waarom zei ze dat? Dat weet ik niet. En waar die naam vandaan kwam, dat weet ik niet. Nee, dat bedoel ik. Ja. Ja, dat gebeurde ook nog zo, met een bijnaam. Cookie Drol, heb je daar wel eens gezien? Cookie Drol, jazeker. Dat was de drogist die op de traai woonde. Die drogist die woonde waar nu die wasseretter is hoe heet die wasser? Nee, die stomerij. Van Noord, of is dat niet Van Noord? Ja. En daar zat vroeger de drogisterij van Cookie Drol. En Cookie Drol was getrouwd met een vrouw, dat was er een van een tweeling. En die waren precies hetzelfde, dat was een eigen tweeling. En wisten ze nooit met welke dat hij getrouwd was. En dan kwam Cookie Drol, ja, dan moet je niet op dat dingetje zetten. Maar kwam Cookie Drol, die kwam nogal eens op bezoek in de Bosstraat bij de oude Van Rossum. En dan had je daar tegenover, er waren mensen die vonden wel eens leuk om een keer te wisselen, s'avonds voordat ze naar bed gingen. Dan namen ze de kussen mee en dan stonden ze aan het hek en dan zeiden ze, kijk, daar gaat hij weer, met kussen onder zijn arm. Zo gebeurde dat vroeger ook, hè. Maar dat moet je er niet op zetten, hoor. Dat staat er al op. Oh. Ja. Jeetje. Nou, je kent eruit knippen, hè. Maar oh, wat zijn die leuke verhalen, hè? Ja, maar het is toch leuk. Ja. U doet er niet met kwaad mee, toch? Nee, ook niet. En weet je, dat scheelt ook dat die mensen ook allemaal dood zijn, hè? Ja. Dus je kunt het toch niet meer achterhalen, bij wijze van spreken. Maar ik ben blij dat ik dat allemaal nog een beetje weet, hè? Maar waarom werd Cookie Drol gepest? Want hij werd gepest, dat weet ja, ik wel. Ik zie hem zo nog voor me, ja, zeker. Ja, en toch was het aardig, maar hij was een heel vlot mannetje, was het een beetje kort van bestuur, maar een beetje dik, ja, ik zie hem nog zo voor me. Ja, Cookie Drol, ja. Maar daar had ik ook nog, vroeger mocht je ook niet geen brood venten voor 10 uur, hè? Huh? Want dan kwamen ze in de knooi met de werktijden van het personeel. Dus wij mochten niet voor 10 uur brood bezorgen. Maar zaterdags dan had ik mijn kar op mijn driewieler geladen. En ik dacht, nou, ik ga vast venten. Het was goed 9:30. En ik kom bij de eerste klant vandaan. Dat was naast de christelijk gereformeerde kerk in de Vermulenstraat. En dan kom ik bij de wagen en daar staat de politieagent. Ja meneer, u bent in overtreding, want u mag niet voor 10 uur vers brood verkopen. Kreeg een risdaal de boete. Jongen, in 1955. Dus toen kreeg ik een boete, maar de baas zei, nou dat betaal ik wel. We hebben het over de oorlog. En dat was in 1940 dat de oorlog uitbrak en toen moesten wij evacueren vanwege het water. En toen gingen wij met
Pinksteren, met paard en wagen, gingen met tot de knieën door het water, gingen wij even weer op een boerenwagen, om 4 uur gingen wij weg en we kwamen om 6:30 aan, 's avonds, in de grote kerk in Gouda. En toen zaten wij in die kerk allemaal en daar werden wij allemaal gedistribueerd in de omgeving. Toen kwamen wij terecht in Boskoop, in de Rozenlaan bij de familie Bouwman. Dat weet ik nog goed. En wij zijn daar 5 dagen gebleven en toen heeft Nederland gecapituleerd. En toen was het oorlog en in ieder geval hadden wij op het dorp een onderwijzer en een onderwijzeres, want het was maar een kleine school. En die onderwijzer, die was NSB'er. Toen heb ik een domme streek uitgehaald, want hij had een Duitse vrouw en die had ook haar vader in huis. En er kwam vroeger de kapper aan huis om te knippen. En toen kwam die kapper ook bij mijn vader om zijn haren te knippen. Op maandagmiddag, ik vergeet het nooit. En toen zei ik tegen die kapper, ik zeg, moet je zeker ook die NSB'er nog gaan knippen. Niet wetende dat die kapper ook een NSB'er was. Dus ik kwam op school en toen werd ik van school afgestuurd. Toen was ik denk ik 14, 15 jaar. En mijn ieder geval 14. En toen is mijn broer, die werd te werk gesteld in Duitsland. En wij hadden thuis 14 Duitsers ingekwartierd in de schuur met een heel stel paarden. En we hadden 2 onderduikers in huis en we hadden nog een stuk of 5 evacuees. Terwijl we thuis nog thuis waren met 7 kinderen. Dus het was daar een heel druk gedoe. Want ja, ik ben altijd thuis geweest, want ik was de jongste van 11. En voordat wij dan kennis aan elkaar kregen, hij kwam brood brengen bij moeder. Dus zodoende, maar ik had 7 broers en nog 3 zussen, dus we waren met 11. Dus maar het is me niet tegengevallen toen ik uit Leerdam ging, want ik heb echt geen spijt gehad. En ook geen heimwee. Dus, maar nee, verder nee. We hebben het een beetje druk gehad, maar wel leuk. En nu al hoe lang getrouwd? 66 jaar, bijna 67. Dus dat gaat wel, hè? Ja. Dus, en steeds dezelfde. En we hebben 2 lieve dochters en lieve schoonzoons. En ik heb 2 kleinkinderen, een kleinzoon en een kleindochter. Dus daar zijn we heel blij mee.